En ik zal Melanie niet zijn als ik een foutje maak, want we namelijk staan bij Blorig, maar we moeten naar Dordrecht. Dus nou, we gaan weer gewoon terug naar de auto en we gaan gewoon naar die andere speeltuin rijden. Good life! Ruben, Melanie, Jason, Jalicia, Jaden. De grootste familievlog van Nederland. Good life! Hele goedemiddag allemaal. Welkom weer aan onze nieuwe vlog. Vandaag neem ik jullie gewoon een beetje een kijkje mee door de hele dag heen. Ons meisje ligt nog altijd ziek op bed, die ligt met de tablet, dus ik ga dadelijk eens even kijken hoe het met haar gaat. Vanmiddag hebben we eigenlijk een verjaardag. Mijn kleine peterkindje, Divano, die wordt vandaag ook 6 jaar. En die houdt zijn verjaardag in de speeltuin. En nu hebben we dus een dilemma. Jalicia die wil heel graag mee, maar ze schommelt nu nog op de 37,5 met de zetpil. En ik heb gezegd, ja mijn lieve schat, eigenlijk kan je niet mee. Nou, heel gehuil, heel poespas eromheen. Dus ik ga zo meteen eens even polsen hoe het nu met de rust, wat ze ligt de tablet te spelen. Gelukkig is de speeltuin hier in de buurt, dus mocht ik hem meenemen, dan heb ik ook zo snel naar huis gewacht. Want ja, ik vind het ook wel heel erg lullig. Dus ja, wat moet ik nou? Mijn hart eigenlijk zegt, ja, weet je, ziek is ziek. Maar ja, mijn kind heeft zich 2 weken, 3 weken al verheugd op de verjaardag van zijn neefje. Die andere 2 die gaan natuurlijk ook. Dus ja, wat gaan we doen? Moeilijk. Dus ik weet het nog niet. Dus ja, dan ga ik zo meteen bij eten daar. En ik heb gisteren gehaktballen gemaakt. Gehaktballen à la Melani. En dan maak ik Ruben een fruitsalade bij. Dat vindt hij ook wel eens lekker. Dan is zijn maaltijdje ook klaar. Zoals jullie zien, ik ga me even een beetje verzorgen, ik ga me opmaken. Als Jalicia zich goed voelt, ik heb nog een setje kaarsspullen gekocht. Met de kers, die heeft ze gekregen van de kerstman. Dat wil ze nog altijd heel graag doen, dus misschien moet ik dat nog even met haar gaan doen. Maar goed, hou me eventjes, ik weet het niet. En misschien eventjes denk ik een wandelingetje maken, want buitenlucht is natuurlijk ook wel goed. Dan neem ik jullie een stukje mee in de speeltuin. En dan is het 5-6 uur even thuis zijn. En dan is het bijna de avond weer. Dan ga ik de kinderen verzorgen. Dan gaan ze langzaam naar bed. Dus ik denk wel dat jullie het leuk kunnen vinden. En ik ga me hier eventjes opmaken. Dus ik zou zeggen, tot zo. Zo, ben klaar. Mijn meisje die is al naar beneden gekomen. Die is op de bank. Dus ik ga eventjes even kijken. Ah. Hallo schat. Hoi. Hoe voel je je nu? Ja. Je hebt zetpilletje op, hè? Heb je nog hoofdpijn? Ja. Gaat mama pakken? Hoe heet dat? Dat weet ik nog niet meer. Weet het niet. De koortsmeter. Voor je koortsmeter. Zo. Even wachten dat die piep zegt. 37,3. Maar je moet altijd 2 graden erbij tellen, omdat het een oormeter is. Dus dan zit het op 37,5. Nou ja, in principe is dat nog een kleine verhoging. Ja, dan kom ik ook op hetzelfde uit. Dus voel jij je goed genoeg om naar de speeltuin te gaan? Ja. Want namelijk, als het dan niet goed gaat, dan mag je een keer terug naar papa. Maar dan mag je wel proberen om met mama mee te gaan. Spreken we dat af? Ja. Maar wat ik nou wil, is dan ga ik even wat kleertjes pakken. Dan gaan we die aandoen. Dan gaan we heel even met z'n tweeën naar de postbus. Want ik had namelijk vernomen van fans dat ze voor jou een klein cadeautje iemand erin zou gelegd hebben. Dus, of een cadeautje, een beterschapkaartje. Dat je ziek bent. Ik hou van jou. Ja. Dus mama is een trots, hè? Alle 3. Dus, als ik nu 1, 2, 3 zeg, is Jalicia aangekleed. 1, 2, 3. Tada! Wat ben je mooi, schat? Ja. Lange dame. Ja. Pak je laarsjes maar. Oké. Ze is ruim 2 weken ziek en ze is volgens mij ook gelijk 3 kilo afgevallen. Dan zie je weer gelijk. Nou, dat zijn je nieuwe schoentjes, hè? Je laarsjes.
Mooi. Mooi. Ja. Klaar. Ja. Klaar. Ja, je mag op het stoeltje voor. Riemetje om en dan gaan we even naar onze postbus. Ze gaat voor me op. Nou, er ligt inderdaad een deel post in. Neem even maar mee. Kunnen we daar even kijken wat er allemaal in zit. En daar is ze weer. Ja, naar de auto. Mama, geef dan de boom. Maak je de deur even open? Ik maak de deur even open voor jou. Zo. Die hebben we eventjes gehaald, dus we hebben het even allemaal wel uitgepakt, want anders is het te veel werk. En dit zijn van twee fans, ja, oudere fans, ze zijn op bejaard, zeggen ze, 21 en 25 jaar. We genieten nog iedere dag van jullie vlogs. Nou, helemaal geweldig. We komen uit Leiden en we gaan vieren Eindhoven voor de eerste keer. Ah, kijk eens aan. BTW, jullie zijn topouders, Tiffany en Amber. Dankjewel, meiden. Eens kijken, dan hebben we hier drie hele mooie tekeningen. En er staat alleen van Jochem. Jochem, alle drie met een leuke gum erop. Zo, dan hebben we hier kaarten. Dan gaan we even kijken. Hoi Melanie, ik nodig je uit. 28 december ben ik jarig geweest. Ik wilde het op 20 januari gaan vieren. Echter, het is al 20 januari geweest. Helaas meid. Nou, weet je, misschien allicht volgend jaar, als we de tijd hebben, we hebben een kaartje, dan zie je ons dan. We gaan even gewoon verder, we hebben toch best nog wel wat genoeg. Hey, good life, ik ben Dilano, ik ben 10 jaar uit, een grote fan. Helaas kon ik niet komen naar jullie meeting, want ik kan dat wel een andere keer. Ik hoop dat jullie nog de tekeningen mooi vinden. Mooie tekening voor Jalicia. Mooi. Nee. Oh ja. Ja, voor Jaden. En voor Jason. Ja, toepasselijk natuurlijk. Hè. Dat speelt hij dan weer nog. Even kijken. Love, good life. Jaden, Jason. Elke dag kijk ik jullie vlogs. Groetjes. Amber. Jonker. Dankjewel. Kijk eens. Het is toch wel heel mooi. Hè? Ze zo allemaal de energie in de tekeningen voor ons stoppen. Hè? Hij vraagt van allerlei vragen allemaal, die doen we eigenlijk alleen in onze Q&A. Een lievelingseten. Ja, Jalicia, wat eet je het allerliefste? Poppetjes. Poppetjes lees. Poppetjes? Wat bedoel je met poppetjes? Poppetjes. Poppetjes. Oh, en nog? Macaroni. Macaroni. Ja, Jalicia, dat hadden we dan gehad. Jalicia is onze grootste fan. Jaden is knap en cool. Jalicia is schattig. Nou, ze kunnen wel wat blijven doorgaan. Hè? Heel leuk meisje. Daarbij had ze dus nog drie hartjes zelf gemaakt. Die is voor jou. Die voor Jason. Die voor Jadentje. Leggen we apart. Zeg. Hi. Kijk eens. Leuk schat. En weer loembandjes. Doe ze maar allemaal drie even om. Dan kan je ze strak in je broertjes geven. Dan gaan we naar het laatste beetje. Beste Good Life, jammer dat het zo slecht gaat met jullie kanaal. Nou, gelukkig gaat het al een stuk beter. Maar we blijven jullie steunen. Jullie wonen niet ver van ons vandaan. Ik heb jullie namelijk ook gezien op de kermis. Ik woon in Elslo. Ik vraag je aan de kinderen. Hebben jullie een hobby? Wat wil je laten worden? Ik wil mama worden. Wil je mama worden? Wat schattig. Maar je verwacht dat je 18 bent, hè? Ik wil mama minimaal worden. Minimaal, en zelfs dat is altijd vroeg. Dus dat duurt nog wel eventjes voor je mama gaat worden. Geweldig. Hallo familie Verkoerde, ik hoop dat jullie nog lang doorgaan. Ik kijk iedere dag naar jullie video's. Daarom heb ik een kleinigheid. Ik hoop dat je ze leuk vindt. Dankjewel. Alleen, Jason en Jaden, die zijn er niet, dus die laat ik ze straks even openmaken. Dus dat zit helaas nog niet in de vlog. Jalicia, maak maar open.
Ik had ook nog een, tenminste ik had een paar pianetjes gekregen dat, je, dat een paar kaartjes gestuurd waren voor Judicia omdat ze ziek was. Dus ik ben net gaan kijken, helaas moet ik jullie mededelen, ze zitten er niet bij. Maar dat maakt helemaal niet uit. Wat schat? Mama! Ik heb je niet liggen. Ja. Het kan ook niet anders, hè? Wat is dat? Draai eens om naar de kijkertjes. Dan kan je dat je sieren. Ja, daar kan je feestmuts van maken. Kijk eens aan, we hebben hier een kaartje van een film, Elias. En dan zie ik hier vijf vrijkaartjes. Yes, cool. Cool, hè? Daar was ik weer niet geweest. Dat klopt, we zijn hier nog niet geweest. Lieve familie, ik heb hier bij vijf vrijkaartjes voor onze nieuwe animatiefilm, Elias. Alle ankers vooruit. Veel plezier. Groetjes, Natasja van Spendit Films. Nou, heel leuk hoor, dankjewel. Zo. Opgeruimd staat netjes. Dan ga ik even de fruitsalade voor Ruben klaarmaken, een beetje. En dan is het al tijd dat de jongens gaan komen, dat we naar de verjaardag gaan van ons kleine peterkindje. Joepie! Namelijk gehaktballen gemaakt met paprika, ui, verse knoflook, basilicum, poeder, wat peper en zout natuurlijk, ketchup manis, wat sambal, paneermeel, een gekookt ei, even een geklopt eitje. Nou ja, dat lekker gebakken, daarna erover in de oven. Nou, dat is vandaag Ruben's maaltijd. En wij eten dadelijk in de speeltuin met z'n allen, dus ja. Jullie hebben het maskertje in elkaar gezet. Zie je dat? Kijk eens aan. Hallo meisje. Zo, inmiddels is het bijna 1:30. Eén uur begon het feestje. Dus maar ja, Jason en Jaden die kwamen ietsjes later thuis. Dus we gaan heel snel rijden. Hebben jullie er zin in? Ja! Nou, kom, dan gaan we gewoon oplopen naar de speeltuin. Yay! En ik zal Melanie niet zijn als ik een foutje maak, want namelijk ze staan bij Blorig, maar we moeten naar Dordrecht. Dus nou, we gaan weer gauw terug naar de auto en we gaan gewoon naar die andere speeltuin rijden. Zo, en we zitten weer in de auto, hè schatjes? Ik zit voorin. Okay. Jij zit er in voorin, naar het stoeltje, ja. En we zijn op weg naar een andere speeltuin waar we dus wel moeten zijn. Dus, maar ja goed, foutjes zijn menselijk toch? Aangekomen in de speeltuin. De dames. Geef je Radivano eerst een handje. En wat zeggen jullie dan? Hier, pak allemaal een cadeautje eruit. Hier, weer een kindje. Maak niet allemaal eentje. Ik heb een koortje. Alsjeblieft, Sjaad. Nou, dan kan je allemaal gaan spelen, denk ik, of niet? Ja. Dan gaan ze erboven. Hoi, Jaden. Daar gaat hij, onze acrobaat. En voor de kijkers die zich afvroegen, wat is Ruben aan het doen? Nou, dat kan ik ook wel eens even een keertje filmen. Het is eigenlijk niet zo heel erg spannend. Ik ben de hele dag aan het editen. Ik ben toevallig bezig met een videootje voor Extreme Rise nummer 1. Mijn vuurwerkkanaal, die had ik nog gevonden. Dus dat plakt dan zo in elkaar. Melanie heeft een schaaltje met sla voor me gemaakt. Kijk eens. Heerlijk, dan kan ik het eten met lekkere karnemelk. Zal waarschijnlijk iedereen lusten. Nou, daar ben ik dan zo'n beetje de hele dag mee bezig. Dat doe ik dan dus. Ik bedenk hier trouwens ook nieuwe video's voor Cool Life en voor Extreme Rise. En dan ga ik dingen uitzoeken op het internet. Waar het is en wat mogelijk is en wat het kost en dergelijke. Dus ja, goed. Dat doe ik dus de hele dag. Dus het is niet zo interessant. Dus we schakelen snel weer over naar Melanie en de kindjes. Vind je het nog leuk? Gaan we samen dansen? Breakdansen! Hey!
En schat, wat ga je doen? Goed zo, Jaden. Hey. Zo, dat is Jason. Julia en Jalicia. Gedaan, hier jammer genoeg. Dus we gaan even weer richting huis. Ja. Was het gezellig? Ja! Ja! Jason, vond je het ook gezellig? Die hand je nog op? En sommige kleinwagen zijn helemaal. Ja. En sommige kleinwagen zijn heel druk. Oké, okay, ja, dat klopt. Ja, we hebben lang genoeg gespeeld. Nu gaan we lekker naar huis. En hoe vonden jullie de verjaardag? Leuk. Hebben jullie leuk gespeeld? Ja. Goed gegeten? Ja. Ja? Dan gaan we even lekker de pyjama aan doen. En dan gaan wij... taart eten. Mama heeft nog voor jullie een stukje taart voor de verjaardag, klopt. En dan is het bijna al bedtijd, hè? Dan klappen we in de handen. En dan hebben jullie de pyjama aan. Klap maar in de handen. Nou, wie wil de video afsluiten? Jason, kom eens terug. Abonneer je op Good Life en vergeet niet op de bel naast de abonneerknop te drukken. Dan ontvang je van elke vlog een melding en pushbericht en mis je helemaal niks meer. Dus druk op de bel!